Roy TV samen met PricewaterhouseCoopers, Port of Antwerp, de Europese en Rolit. De zakenluchtvaart is in volle ontwikkeling en Flying Group met thuisbasis op de luchthaven van Antwerpen speelt hierin een vooraanstaande rol. In 4 jaar tijd verdrievoudigde Flying Group zijn omzet tot 33 miljoen euro. En het bedrijf zal de volgende 8 jaar zijn vloot nagenoeg verdubbelen. Maar Flying Group wil meer en kondigde op een persconferentie aan om een groen, CO2-neutraal bedrijf te worden. Flying Group liet het aan een gespecialiseerd bedrijf, CO2 Logic, over om de CO2-voetafdruk te meten. De Flying Group is eigenlijk zelf verantwoordelijk voor 326 ton CO2-uitstoot voor hun eigen gebouwen, eigen mensen, eigen personeel. Dat hebben ze helemaal gecompenseerd. Ze gaan natuurlijk ook de nodige initiatieven nemen om die CO2-uitstoot te reduceren, maar heeft voor het afgelopen jaar al deze CO2-uitstoot gecompenseerd om CO2-neutraal te worden. Daarnaast hebben hun vliegtuigen ook een CO2-uitstoot, dus die vliegtuigen voor hun klanten, heeft ook een CO2-uitstoot van rond de 16.000 ton. En dit gaan ze op een vrijwillige basis aan hun klanten de mogelijkheid geven om die CO2-uitstoot te gaan compenseren. Die compensatie is gevonden in een door de Verenigde Naties erkend programma in India, waar geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van biobrandstoffen. Aan de andere kant wil Flying Group ook de uitstoot van CO2 verminderen door te investeren in de nieuwste jets, zoals deze Cessna. Dit toestel, deze Citation Columbus, is de laatste tellig van de familie Citation, die marktleider is op de kleine en het middengrote segment van zakenjets en die zich nu ook lanceert in de lange afstandsvliegtuigen. De technologie die zij toepassen, de motoren die zij gebruiken, zijn duidelijk de meest vooruitstrevende technologieën die er vandaag beschikbaar zijn. En die ontwikkeld worden in een concept van zo laag mogelijk invloed te hebben op het milieu, zo weinig mogelijk verbruik, dus zo weinig mogelijk CO2-uitstoot, zo weinig mogelijk geluidsproductie, om ook zakenluchtvaart bij het publiek, bij de omwoners van de vliegvelden aanvaardbaar te maken. Met dit CO2-verminderingsplan neemt Flying Group een voortrekkersrol op zich, want voorlopig is er nog geen verplichting om dergelijke actie te ondernemen. Maar volgens Flying Group is het niet alleen nuttig, maar vooral ook nodig. Van Milders wil als voorzitter van de Kamer van Koophandel, Antwerpen-Waasland, dan ook verder gaan en de boodschap van ecologisch verantwoord ondernemen verder uitdragen. Het ecologisch verantwoord ondernemen is iets waar je permanent bij hebt. Dat is iets dat je permanent je om moet bekommeren. Die geest moeten wij overal gaan krijgen. Je kunt het niet meer van je wegduwen en het zou onverantwoord zijn. Dus inderdaad, wij moeten dat, wat ook onze activiteit, onze verantwoordelijkheid ook is, op welke schaal dat we ermee een invloed op kunnen uitoefenen, ik denk dat we het elke keer dat moeten meenemen. Qua CO2-uitstoot is de luchtvaart overigens goed voor 8% van de totale uitstoot. En 1,6% daarvan wordt geproduceerd door de zakenluchtvaart. Een percentage dat de volgende jaren zal stijgen, want de zakenluchtvaart is booming. Initiatieven op vrijwillige basis, zoals deze van Flying Group, zijn dus meer dan welkom. Een Belgisch duikteam is erin geslaagd deze unieke beelden te maken van het wrak van de SS Maiden in de Rode Zee. Dit Britse vrachtschip zonk na een aanvaring op het rif Rock Island op 10 juni 1923. Het ligt dus al zowat 85 jaar op de bodem, tussen 80 meter en 147 meter diep, vertelt Tommy Vuilstreke, een van de duikers. Hij zelf dook mee tot een diepte van zo'n 45 meter. Deze beelden van het wrak zelf werden gemaakt door de meest ervaren duiker van het gezelschap. Onze vernoot in Aquacam Johan de Volder, die ook filmt op die dieptes, die is echt een specialist Noordzee wrakduiker. En is in het wrak gegaan. Ik denk dat dat echt unieke beelden zijn. Ik heb nog nergens van de Maiden zo'n beelden gezien. Unieke beelden op een extreme diepte en vooral ook veel beelden. Dit was alleen maar mogelijk omdat er werd gedoken met zogenaamde rebreathers, waardoor de duikers veel langer dan gewoonlijk op deze diepte kunnen werken. De meeste mensen die met lucht duiken, die moeten heel snel terug naar boven.
Het is gewoon niet mogelijk. Je hebt geen lucht genoeg. Dat raakt direct op je lucht. Dus je moet eigenlijk met rebreathers duiken. We hebben gedoken met de Revo rebreathers. En het komt erop neer dat de lucht dat je inademt teruggestuurd wordt naar dat systeem. En om het makkelijk uit te leggen, wordt dat teruggezuiverd. En hetgene waar je uitademt, daar zit nog altijd bruikbare zuurstof in. En dat wordt opnieuw gebruikt, waardoor je veel langer onder water kunt blijven. Naast de rebreathers deed Aquacam ook nog een beroep op een speciaal lichtsysteem van Greenforce. En op deze manier waren eigenlijk 3 jonge Vlaamse bedrijven bij het project betrokken. Alles samen sleurde het gezelschap ongeveer 1 ton materiaal mee om tot dit unieke resultaat te komen. Want naast de rebreathers en het licht waren ook de camera's van een aparte categorie. Dat zijn speciale high-definition camera's die voorzien zijn van een heel stevige behuizing die ook die diepte aan kan. En het is zo dat die apparaten heel hard door ingenieurs zijn bekeken om onder water mee te kunnen zweven. Want het toestel zelf weegt 35 kilo. Boven water, onder water kunnen dat met 1 pinkje bedienen. Je kunt die als een soort steadycam laten zweven onder water. En er komt wel veel bij te zien. Zomaar denken dat je een stuk metaal onder water duwt met een camera in en denken dat je daar alles mee kunt gaan doen. Vergeet het, er zijn daar echt specialisten mee bezig geweest om dat soort materiaal specifiek voor dat soort opdrachten te gaan uitbouwen. Aquacam zelf wil zich verder specialiseren in deze nichemarkt van het aanleveren van schitterende beelden op grote diepte. Van de vele uren materiaal zal nu eerst een documentaire worden gemaakt, een uitgebreid visitekaartje. Stiekem wordt ook gelonkt naar National Geographic en wordt gedacht aan een uitzending voor het onderwaterfestival in Antibes. Dat deze schildpad straks wereldberoemd zal zijn, is dus nu al zo goed als zeker.